als je daar een verzameling van kan bereiken waarvan je het idee hebt dat ze dus een deel van het probleem oplossen. En dan heb je namelijk niet dat hele via die monetaire hoek heb je dan minder druk. Mm-hmm. Theoretisch. Dus als je dat gelooft, dan zit daar waarde in. Dus dat is ook een stukje van, je kan traditionele inflation-linked assets kopen. Of je kan zeggen, oké, die problemen die komen ergens door. Als ik die nou oplos, is dat dan interessant om in te beleggen. Dus in dat opzicht snap ik het start-up verhaal.